Ja, daar. Ja, dames en heren, ik weet het, ik zie er echt heel moe uit. Ik ben ook super moe. Het is op dit moment 12:30 in de avond. Morgen moeten we gewoon weer naar school. Ik moet zeggen, ik moest even weer doorwerken en wat harder werken. Ik heb super veel motivatie en daarom dacht ik, ik begin de video gewoon gelijk nu. Maar ik heb dus heel veel motivatie om video's te maken. Alleen, ik heb niet zo heel veel tijd. En dat komt omdat ik een beetje druk ben met school natuurlijk ook. Nu heb ik hier wel iets heel erg leuks. Namelijk morgen, voor mij morgen, voor jullie niet. Maar morgen komt er een pakketje en daar zitten mijn droomschoenen in. Nu ga ik nog natuurlijk niet zeggen welke dat zijn. Maar ik ben daar zo hyped voor dat ik dacht, ik moet de intro nu gewoon beginnen. Want holy damn, wat heb ik daar zin in. En ik ga het morgen aan jullie laten zien. Voor nu ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen. En dan gaan we hem uitpakken. En ongekend, holy damn, dat wordt zo insane. Oh. Zit ook nooit mee. Eindstand, je komt thuis van school. En waarschijnlijk zouden er schoenen zijn als je thuis kwam. Maar nee, we zijn genaaid. Het is namelijk zo, er staat dat er niemand thuis was. Maar mijn moeder die was gewoon thuis. En waarschijnlijk was die bang voor de hond. Dat gebeurt wel vaker. Verder, ik heb een verjaardagsfeestje gehouden. Afgelopen weekend. Dus heb ik van alles gekregen. Zoals dit shirt van Boas. Ik ga even een paar cadeautjes laten zien. Ik heb hier nog iets van Boas. Ik heb hier dit, super leuk. Deze is ook leuk. Hier kan je namelijk een letterbox is dit. Die kan je aanzetten. Alleen er zijn een paar lettertjes nu nog uitgevallen. En deze cadeautjes had ik nog niet aan jullie laten zien. Dus ik dacht ik doe dat ook even. Ik heb M&M's gekregen. Heel veel kaarten en brieven die ik allemaal heb doorgenomen. Verder ook deze grappenkalender. Ik heb ook kleren gekregen, ja. Ik heb namelijk dit shirt gekregen. En hierop staat, hey, is een klein beetje warm hier ook. En vroeger, ik zei laatst, samen met Van Ries, super vaak, is een klein beetje warm hier, Vooral in Fortnite deden we dat heel erg. Dus toen heeft hij zo'n shirt voor me laten maken. Super tof. Heel erg bedankt ook. En verder heb ik deze gekregen van Daan. Dat is mijn beste vriend. Die heeft dit shirt aan me gegeven. Super nice. Vond ik ook heel vet. Heb ik nog een kledingstuk. Deze heb ik van mijn neef, Daan, gekregen. Dat is deze 94 shirt. En dat is ook echt een super vet shirt. We hebben echt heel veel leuke cadeaus gekregen. Verder heb ik geld gekregen. En met dat geld heb ik dus de schoenen gekocht. Dus mensen die allemaal op mijn verjaardag waren en een cadeautje hebben gegeven, bedankt voor jullie cadeautje. Het heeft me geholpen aan iets nieuws. Dat is namelijk deze schoenen natuurlijk. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze eruit gaan zien. We moeten alleen nog even wachten. Oh, wat is er? We hebben het opgehaald. Het pakketje is er. Ik heb het nog niet opengemaakt. Hier zitten dus mijn schoenen in. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Wel een mooie doos, hè? Oh. Er zit nog een doos, in een doos. Zit je verjaardagscadeau, Quinn? Ja, dus alle mensen die een cadeautje hadden gegeven, dit is uiteindelijk het cadeau voor. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik hoop zo dat ik ze passen. Het zou anders wel jammer zijn. Nou, je kan ruilen hoor, voor nieuwe maat. Ja, je kan wel voor ruilen, dat is waar. Maar dan duurt het weer lang, hè? Dat is wel jammer. Ja, 3 dagen, schat. Oké, daar gaan we. Dat was een scooter. Hoppakee. Eerst het tasje die erbij zit. Kijk, gewoon een tasje. En dan... Huh? Helaas. Nee. Oh mijn god. Ze zit met roze aan de onderkant. Die had je niet besteld. Nee. Oh, fuck sake. Nou, moeten we alsnog wachten, ook al pas ik ze. Ah. Maar we kunnen wel gelijk testen of het de goede maat is, nu ze toch oud zijn. Dit is ook stom. Ze zijn wel gaaf. Ja, hè? Maar wist je nog, man, ik weet zeker dat ik wel helemaal zwart had. Zwart-wit? Ja, zwart en dan helemaal wit, dus niet met dit roze nog. Niet op de grond zetten dan, hè? Nee, ik ga even op de tafel staan. En? Wel goed qua maat. Ja? Ja. Zit lekker? Ja. Ah, dit is wel rip. Ja, zit goed? Ja, het zit wel goed. Ja, ik vind het roze nog niet zo verkeerd, toch? Ik vind het wel gaaf. Nou, ik vind het wel een beetje raar. Beetje gay is oké. Had ik niet besteld, dat is wel jammer. Maar het is wel gaaf. Ze zijn wel leuk. Alleen ja, die moeten we weer terugsturen. Dus zo zien ze eruit. Alleen dan normaal is dit roze, is dan ook wit. Oh mijn god. Gewoon de verkeerde schoenen. Ik heb ze meteen teruggebracht naar waar ik ze heb opgehaald. Want de postman die was dus niet gekomen. Want er was blijkbaar niemand thuis. Heb ik hem meteen weer teruggebracht. En nu zijn ze terug onderweg naar het bedrijf waar ik ze had besteld. Super jammer dat ze gewoon niet zijn gelukt. ja, binnenkort hopelijk wel de goede. En verder wil ik jullie iets anders gaan vertellen. Dit was helemaal niet mijn intentie, maar ik krijg zoveel de vraag de afgelopen tijd. Ik was namelijk 3 maanden weg van YouTube livestreamen. Ik had namelijk een strike/claim, ik weet het niet precies. Want de ene zegt dat het een strike is, de andere zegt gewoon dat het een claim is. Maar ja, ik had dus gewoon echt een probleempje. Ik kon gewoon 3 maanden niet livestreamen op YouTube. Het mocht gewoon niet. Elke keer als ik op mijn livestream tab drukte bij mijn YouTube, dan kwam er gewoon in beeld, oeps, er is iets misgegaan. Dus ik kon gewoon niet livestreamen. Hoe dit nou komt is een beetje mijn eigen schuld. Maar omdat ik zo vaak de vraag kreeg, dacht ik, ik ga hem even lekker beantwoorden voor jullie. Het is namelijk zo, ik was lekker Fortnite aan het spelen natuurlijk. Toen speelde ik nog met de controller, nu speel ik met de computer. Maar ik was lekker aan het spelen. En toen dacht ik, hé, het WK is ook bezig. Dus toen had ik mijn beeld gewoon, het hele beeld was gewoon Fortnite. En toen had ik linksonder, dus hier een klein schermpje met, misschien is dit voor jullie trouwens rechts, maar ik leg het vanuit mijn standpunt uit. Hier linksonder had ik een klein beeldje met het WK. Gewoon via internet had ik dat in mijn livestream gedaan. Dus dat was helemaal niet groot, het was gewoon een klein deel van de livestream, zodat je 2 dingen tegelijk kon kijken. Ik dacht, er zijn mensen die vast Fortnite, maar ook het WK in de gaten willen houden. Dus dat is wat ik deed. Maar dat mocht niet. FIFA die had mij namelijk geclaimd slash gestrikt, ik weet het nog steeds niet zeker. In de mail staat in ieder geval geclaimd, dit is dat mailtje. En hier zie je dus dat ik de auteursrechten heb, ja, heb ik iets mee gedaan. Dus dat mocht gewoon niet. En ja, dan blijkt het dus. Het is dus normaal zo bij je video's, als je daarin bijvoorbeeld iets copyright gebruikt. Copyright houdt in dat je iets gebruikt van iemand anders. Dan krijg je gewoon geen inkomsten over die video, maar blijft die wel gewoon online staan. Dus ik dacht met mijn livestream, wat ik daarmee heb verdiend, dat is ook gewoon voor die mensen die het hebben geclaimd. Maar dat was blijkbaar niet zo. Bij livestreamen is het zo, als je een claim slash strike, ik weet niet precies wat het is, voor even voor de duidelijkheid, ik weet het niet zeker. Maar ik denk een strike omdat het dus 3 maanden zo was en dat is echt raar. Want normaal dus bij een claim, gewoon niks aan de hand, alleen geen inkomsten. In dit geval, bij een claim slash strike, 3 maanden gewoon niet livestreamen. Holy damn, de hele zomervakantie ben ik niet live geweest. Super jammer, want dat wilde ik heel erg graag. Maar ja, het is niet anders. Vanaf nu kan je mij weer natuurlijk verwachten met livestreamen op YouTube. Ik ben gewoon weer terug. Ga dat zeker weten checken. Ik word steeds beter in Fortnite, om eerlijk te zijn. En ik denk dat ik serieus gewoon, ja, gewoon echt beter ben geworden. En dat het meer waard is om te kijken. Vroeger dacht ik, waarom kijken mensen naar mij? Ik ben echt fucking slecht. En er zijn veel meer YouTubers die beter zijn. Maar ik word steeds beter. En ik vind het super leuk om samen met jullie dingen te leren. Ik speel ook wel eens met kijkers, random duo's, dat soort dingen. Super leuk. Dus check vooral mijn streams. Dat was het promotiepraatje. Verder heb ik ook nog merch. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Waar ik veel meer van had verwacht. Maar ja, heel erg jammer. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer je beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En doe zeker weten een blauw duimpje omhoog. Want wat er vandaag is gebeurd kan gewoon niet. Ik ben gewoon genaaid. Dus ja, ik zie jullie de volgende keer weer. Later.